En nu is het eigenlijk in de kamer. Ik moet toch zeggen, de ja, gaat echt super goed. We zijn bijna klaar. Hij is echt super leuk aan het worden. Ja. Oké. Ja, en welke kleur is die? Ja, blauw natuurlijk, hè? Want het is een jongetje. Wat leuk. Ja, echt. Super leuk. Heel wat naamjes bedacht. Nou ja, Hugo en ik hebben er wel over nagedacht, maar we zijn nog niet aan tot een besluit gekomen. Nee, snap ik. Nog even afwachten. Waar is Hugo eigenlijk? Dat is maar waar je tijd voor vrij wil maken, hè? Sorry. Ik ga mijn brilglazen poetsen. Dag dames. Oh, heb jij even lekkers in je hand? Heerlijk wijntje uit 95 uit Portugal. Daar lust ik al wat van. En hij heeft heerlijk zoet, Hugo. Ja, hè? Posso rimettere la chiamata? Posso rimettere la chiamata? Jackie en Rex, voor al uw mysteries en geheimen. Hallo, met Karen. Spreek ik met Jackie? Ik heb misschien een mysterie voor u. Mijn man Hugo, die gaat volgens mij vreemd met Eva. Ik zie u wanneer u foto's heeft. Doeg! Thank you.
gaan. We zijn aan het vergaderen. Ja. Vergaderen. Aangenaam. Hallo. Hey, let je er wel op dat Karen de oefeningen doet? Ja hoor, komt voor elkaar. Oké, okay, nou ik ga weer verder hè. Doei! Ja, zwangerschapsdocent. Ja, dat ziet er goed. Zullen we maar gaan? Ja, ja. Ik heb een bewijs. Je vermoedens waren juist. Welk stemmetje? Goed. Hoe zit het met het geld? Waarom geen 20 per foto? Weet je wat? Ik ga er vandoor. Veel succes, hè, meid. Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. In alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit, de krant leg ik weg en de tv gaat.